Vanaf volgend jaar gaan we hier in Heerenveen een nationaal trainingscentrum kunstrijden neerzetten. En daarom zijn deze sporters hier nu een aantal dagen geweest om eens te proeven wat Heerenveen kan bieden voor hen. We hebben heel veel informatie gekregen de eerste dag. Veel gezien. Het was hartstikke interessant. Het is een heel mooi complex hier. Dit zijn wij niet als kunstschaatsers niet gewend. Tialf is de ijsbaan van Nederland natuurlijk. En dan, ja, als je hier dan zelf zo staat, en dan wil je jezelf daar ook wel zien staan. Het belangrijkste om te kiezen voor één locatie is dat we de sporters willen laten trainen onder de beste omstandigheden met de beste coach. En het is ook leuk dat je met allemaal andere topsporters zit, van andere sporten. Dat is ook wel echt, ja, je leert heel veel van elkaar eigenlijk. Je wordt meteen uitgenodigd eigenlijk van, nou, kom maar gerust een keertje kijken in de kamer, dat je weet hoe dat eruit ziet. Je voelt je heel erg welkom hier en dat is wel heel aangenaam. Je mag je arm omhoog, dit is 1, dit is 2 en dit is 3. Oké, andere arm is dit 1 en dan is dit 2 en dan is dit 3. Ja. Zij heeft hem. Was ook. Leuk dat je al die mensen even iets beter kon leren kennen. Ja, je merkte ook dat daarna, zeg maar, na die soort groepstest was het echt een soort groepje geworden. Ja, dus, echt een team. Iedereen met elkaar, dus dat was heel leuk. We kennen elkaar wel, maar niet op deze manier. Het is toch anders als je 2 dagen met elkaar doorbrengt, in hetzelfde hotel slaapt en echt zo'n groepsband probeert te creëren. Kom op, snel, snel, snel. Bijna, hij was er bijna. Toen de spelletjes kwamen om elkaar echt te leren kennen, toen werd het nog losser. Je motiveert elkaar ook heel erg, omdat iedereen is eigenlijk een beetje hetzelfde niveau en je trekt elkaar, zeg maar, een soort kop. Ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin gehad deze dagen. Super initiatief van de KNSB en ik hoop dat de kunstschaatsen gewoon weer omhoog kan kruipen hierdoor. Stel je voor, je gaat hier met iedereen zitten, dat lijkt me echt heel leuk. Ja, je weet natuurlijk ook niet of dat iedereen zou gaan, maar je zou wel een heel mooi team vormen als iedereen zou gaan. De kunstschaatsers in Nederland en ook wij als ijsdansers, die gaan hier heel veel baat bij hebben als dit mooi uitpakt. We zullen het programma verder gaan vormgeven. We gaan verder op zoek naar een hoofdcoach voor het programma. En langzaamaan bouwen we dan toe naar de start van volgend jaar.